Goedemiddag, dames en heren, jongens en meisjes, DVS TV-kijkers. De topper, mag ik rustig zeggen, tegen HHC. Het is echt de topper. Nou, wat jij wil, Piet. Ja, nou, en naast mij staat natuurlijk Roeland ter Berge. Maar wat wil jij? Ja, het is een van de vele wedstrijden weer, hè. Zo zie ik het. Maar wel een hele leuke wedstrijd natuurlijk. Omdat ik ook gewoon zelf HHC gewoon goed ken, bij mij in de buurt is. Maar het is altijd leuk om tegen te spelen. Ja, je zat net al een poosje naast Marcel Groningen. Die ken je goed? Ja, ken ik goed. Ja. Trainer van HHC. HHC is natuurlijk wel een ploeg om rekening mee te houden. Die echt op hoog niveau acteert. Eigenlijk al jarenlang in de topklasse. Ja, zitten ze er wel bij, hè? Bij die top. Ze zullen dit jaar ook gewoon gaan promoveren. Daar ben ik wel van overtuigd. Goede selectie. Die gaan er gewoon bij komen. Dat maakt het leuk. Zo'n wedstrijd maakt dat heel leuk. Want vooral tegen goede tegenstanders doen we het ook thuis. Doen we het heel goed. Dus ik ben gewoon weer heel erg nieuwsgierig vandaag. Ja, want vanmiddag dan gaan ze natuurlijk schrikken van DVS. En dan gaan ze hier niet weg met 3 punten. Dus dan stokt het even een beetje, die eerste 7 plekken voor HHC. Als wij gaan winnen, dan komen wij er weer wat dichterbij. Maar het is hier, kijk. Wat heel interessant is, of wij vandaag weer mee kunnen. He, dus weer tegen een topploeg. Of we daarin weer een topploeg, wat in dit geval ook gewoon goed in vorm is. He. Ze hebben de laatste 2 wedstrijden gewonnen. En dan is het gewoon goed om te zien als wij, wat onze rol vandaag is. In hoeverre wij kunnen meevoetballen. In hoeverre wij ook deel uit kunnen maken van het spel. Dus het spel ook naar ons toe kunnen trekken. Daar ben ik vooral heel nieuwsgierig naar. Het zal ongelooflijk veel energie ook in de wedstrijd gestoken moeten worden, heb ik het idee. Want de afgelopen wedstrijden viel mij wel eens op dat de eerste 10 minuten is het net alsof de diesel, ik bedoel een beetje die combinaties en zo, en die combinatiesnelheid, een beetje langzaam op gang komt bij DVS. Nou, ik denk dat het ook wel een beetje te maken heeft met dat wij altijd wel even een inschatting doen voor die tijd van wat kunnen wij vandaag, wat kunnen wij verwachten. En ik denk dat de groep daar ook wel een beetje mee bezig is. Hè? Dus dan gaat het puur even om tactiek. Van welke keuze de tegenstander maakt ten opzichte van ons en andersom. En dan zijn ze soms daar ook nog even druk mee aan het schakelen tijdens de wedstrijd. Vooral in de beginfase. Totdat het duidelijk is. En dan gaan alle remmen los. We hebben een tijdje niet te maken gehad met een tegenstander die gelijk hoog druk zet. Dat was onder andere met Katwijk en Barendrecht wel het geval. Hoe schat je HHC in? Zetten die wel vroeg druk? Nou, wat ik begrepen heb, zetten ze een beetje rond de middellijn, rond de kopcirkel zetten ze druk. Maar goed, die hebben ook vertrouwen, dus misschien dat ze wel wat hoger gaan staan. Voor ons maakt dat op zich nu niks meer uit. Ik denk dat wij goed kunnen inschatten nu van welke keuze wij moeten maken ten opzichte van de tegenstander. Dat wij ook beter inzien van wanneer er gevaar kan ontstaan. En dat we daarop ook betere keuzes kunnen maken. Dus dat mag geen probleem zijn. Namens DVS TV in ieder geval heel veel succes. Hij haat het weer. Dan moet ik een andere kant. Begonnen de wedstrijd tussen DVS 33 en HHC. Even haperde de microfoon. Vandaar dat we echt het allereerste balcontact niet hebben meegekregen. Maar inmiddels HHC gelijk in de aanval. Rob van der Leij. En HHC mag gaan ingooien. Dat doet Gersom Klok. HHC weer. Balbezit. Ties, maar die houdt het niet lang. Via Edmund Mijnheer naar Joran van Zanten. Yassin Koert. Mike Arends. Goed lopende combinatie daar van DVS. Yassin Koert. En daar, wie komt daar? Ja! Wat is dat? Beslissing! Het is een penalty! Wat een opwinding! Maurice de Ruiter staat daar achter de bal. Zou de keeper weten hoe hij dat doet? De keeper probeert daar nog eventjes te intimideren. Loopt even naar de bal. Maurice de Ruiter. Kijken of dat hem beïnvloed heeft. Komt die aanloop. Komt het schot. En hij scoort. Ja. DVS 33 komt hier na
2 minuten spelen op een 1-0 voorsprong. Maurice de Ruiter, op de bekende manier van hem, maakt hij hier de 1-0. Schitterend begin voor DVS 33. Fantastisch begin voor de Thaisclub. In de derde minuut schiet Maurice de Ruiter op onfeilbare manier een penalty binnen. Klok, Hooiveld brengt de bal 16 meter in. Daar kan Yasin Koert de bal wegkoppen. Maurice de Ruiter daar in de wijl. Een balletje daar op die nummer 14 en die kan de 1-1 maken. Nummer 14, Van der Leij. Wat een spectaculair begin van deze wedstrijd. HAC komt op 1-1, doelpuntenmaker Van der Leij. Sarbaf. Een bal richting nummer 5, Manenhoed. Hoe die meegekomen is. Goed verdedigd hier, maar valt die bal in de goal. Iedereen denkt aan een penalty om daar, maar de bal gaat over de keeper. En zo staat het 1-2. Niet gezien wie de doelpuntenmaker is, maar dat zullen we zometeen onherroepelijk van de speaker horen. HAC komt op een 1-2 voorsprong. 10e minuut, zeg maar 11e minuut, op een 1-2 voorsprong. En de doelpuntenmaker krijgt u zo nog door. Er moet wel nog wel eventjes gezegd worden, maar het eerste doelpunt was in ieder geval van Rob van der Leij. Werkman. Sarbaf. Trapt de bal over de zijlijn. DVS mag ingooien. Mike Arends op Jorge van Santen. Edmund Meijneer. Basiel Camara. Mag dat over de middenlijn komen. Ali Akla. Kijken of hij actie kan maken. Gaat een paar man voorbij hier. Keurige actie. Geeft de bal aan Kai Velde. Gaat schieten. En die keeper kan daar zich strekken in de hoek. En pakt die bal van Kai Velde aan. Mooi schot. Joran van Santen. Maurice de Ruiter probeert daar in balbezit te komen. Maar daar zit natuurlijk ook nu Maurice de Ruiter. Samen met Yasin Koert. Nee, met Mike Arends. Mike Arends weer het strafschopgebied in. Zet de bal daar voor. Komt Ali Akla. Die had toch wel wat moois in gedachten. Een mooie omhaal van Ali Akla. Maar levert uiteindelijk geen gevaar op. Basiel Camara. Maurice de Ruiter. Nee, Manenhoed, hoe zit daarvoor? En zo fluit de scheidsrechter voor de laatste keer in de eerste helft. Ruststand. DVS, HAC, 1-2. Alles en iedereen staat klaar. Begin van de tweede helft. DVS 33 in balbezit. Gelijk een lange bal van Pinacci op Ali Akla. Gelijk 1-2 tegenstanders bij hem in de buurt. En een ingooi voor HAC. Roland de Vries. Basiel. Gelijk storend werk van Philip Ties. Mike Arends assisteert daar. Heel goed. Ja, DVS zal heel slim moeten combineren. Willen ze het HHC moeilijk maken. En nu ruimte. Kai Velda. Kai Velda. Hij schiet daar. Maar net geen kracht genoeg achter de bal zetten. Heel mooi. Geen buitenspel geconstateerd door de grensrechter. Dus kon DVS gewoon doorgaan. Kai Velda die toch net even wat te lang aarzelde. Waardoor hij niet snel genoeg door kon lopen het strafschopgebied. En misschien vanuit een nog gevaarlijker moment zou hebben kunnen scoren. Manenhoutou. Van der Leij gaat daar liggen. Gaat daar gewoon liggen en verdient daar een penalty mee. Makkelijk gegeven deze penalty. Heel makkelijk gegeven. Ties heeft de bal al klaargelegd. Komt die penalty? Oh, daar zit die nacht net aan, maar Hardenberg komt op 1-3. In de 50ste minuut komt doelpunt te maken, Ties uit een penalty. Een 1-3 voorsprong dankzij een penalty benut door Philip Ties. Ja, dat was HAC.
Basile Camara. Yassin Koert. Basile Camara. Edmund Meijner. Hairi Pinashi. Gaat de bal richting Ali Akla. Kan hij daar aannemen? Ja, kan hij een keurig aannemen. Hij heeft ook weer twee man op zich. Nu drie zelfs. Overtreding gemaakt. Vrije trap voor DVS. Komt die vrije trap? Scherp daar voor de goal. Ja, oh, prachtige goal van Joran van Zanten. Kopt de bal. Broert de bal en kopt de bal in de verre hoek. In de 14e minuut komt DVS op een 2-3. Achterstand nog wel, maar een mooie goal van Joran van Zanten. Uit de vrije trap van Mike Arends. Paul Epping. Mike Arends. Maurice Ruiter, kan hij die bal binnenhouden? Ja, dat kan hij. Op Ali Akla geeft hij die bal. Die gaat daar weer in duel daar. Met Sarbaf. Houdt eraan ingooien aan over. Misschien is het wel een mooi kantelmoment in deze wedstrijd. Hairi Pinashi. Maurice Ruiter. Hairi Pinashi. Keurige combinatie daar. Maurice de Ruiter schiet daar die bal heel kort. En in de handen van de keeper. Basile Camara. Hairi Pinashi. DVS 33. Wie weet wat er allemaal vanmiddag nog gaat gebeuren. Balbezit nog steeds voor Joran van Zand. Maurice de Ruiter. Kai Velda. Het combinatietempo van DVS gaat omhoog. Leek een overtreding van de aanvoerder van Kobussen. Maar Mike Arends, mooie beweging. Maar daar staat ook de verdediging Paul van HHC. Maurice de Ruiter kan net niet in balbezit komen. Toch een beetje een paniekbal. En balbezit voor DVS. Daar kreeg Mike Arends toch nog de bal voor. En bijna een geslaagde poging. En weer Joran van Zanten die zo mooi inkwam. Basile Camara staat daar ook. En nog meer mensen in het strafschopgebied. Schot! Oh! Maar daar zat te weinig venijn achter. Ali Akla die hem net niet goed genoeg raakt. Waardoor de keeper Sander Danes die bal toch weer te pakken heeft van HC. Wat een heerlijke voetbalpot wordt dit weer. Wat wordt het publiek verwend. Komt die bal daar. Mike Arends. Hoog. En oh, Kai Velda. Wat een prachtig schot. Wat een techniek om zo'n bal in één keer op de plof te nemen. Dat is echt ongelooflijk moeilijk. Moet u het eens proberen. Mijn been zou in ieder geval gelijk breken. Maar zijn voet absoluut niet. Joran van Zanten. DVS heeft nog een dik kwartier. Plus eventueel wat blessuretijd. Mike Arends, Kai Velda. Goed lopende combinaties weer. DVS, Yasin Koert. Mike Arends. Maar verdedigers zitten er bovenop. Geven elkaar heel goed rugdekking. HHC. Een echte wedstrijd is het geworden. Tussen DVS 33 en HHC. Basile Camara. Roald de Vries. Joran van Zanten. In richting van Maurice de Ruiter. Kan Maurice daar bij die bal? Nee. Sarbaf verdedigt er goed. DVS inmiddels wel weer overgenomen. Mike Arends. Maurice de Ruiter. Nee, Ali Akla. Mike Arends loopt door. Vrije trap in het voordeel daar. Op een mooie plek voor DVS. Mike Arends daar licht aangetikt. Weer wat duwen en trekken daar. Het is echt een wedstrijd. Mike Arends. De specialist van DVS. Ontzettend mooie plek. Komt die vrije trap. Hij schiet hem daar op de lat. Prachtige vrije trap. Op de lat. Brengt voor de tweede keer in daar. Keeper Danes kan die bal uit de lucht plukken. Basile Camara. Maurice de Ruiter. Maurice de Ruiter. Bal op Ali Akla.
Kijken of hij een goede voorzet in huis heeft. Nee, gaat via de speler. Komt hij in de handen van de keeper, dus geen corner. En daar fluit de scheidsrechter voor de laatste keer deze wedstrijd. Mooie wedstrijd gezien. Helaas niet zo'n mooi resultaat voor DVS. Eindstand DVS HHC 2-3. Op het scorebord staat een eindstand van 2-3. Vandaag ook weer een zeer opwindende wedstrijd mee beleefd tussen DVS 33 en HHC. HHC voorwaar, Kai, een ploeg om rekening mee te houden. Ja, absoluut. We hebben van tevoren gezegd dat hoe we spelen, wat voor ploegen hebben. Daar hebben we van tevoren ons op ingesteld. En ik denk dat we gewoon zo goed mogelijk voor de dag zijn gekomen. En gewoon er alles aan hebben gedaan om HHC zo lastig mogelijk te maken. Ja. Het was natuurlijk wel een heel opwindend begin. En een heerlijke 1-0 voorsprong. Maar wat gebeurde er daarna dan organisatorisch? Zag het er niet lekker uit, Mike? Ik denk dat we nog niet helemaal goed stonden. Want we hadden net die penalty gehad, volgens mij. En volgens mij was er een communicatiefout achterin. En ik weet niet, ik zag niet precies hoe het ging, maar... Volgens mij iets met overgeven, maar dat is zonde dat je gelijk weer op 1-1 komt als je net in de eerste minuut de penalty maakt. Of ja, en daarin blijkt het HHC toch een dodelijk gevaarlijke ploeg te zijn, want binnen de kortste keren hebben ze dan weer gewoon de 2-1 op het bord staan. Ja, voorin zijn ze heel sterk, sterke spitsen, groot, lang. En dat zag je ook wel, ze wonnen veel duels en daardoor maakten ze ook die goals eigenlijk, doorkoppen en doorlopen. Ja, goed. Oké, en nu, tweede helft, prachtig begin. Jij kwam opeens vrij voor het doel. En ik dacht even dat je een beetje schrok en dat je daardoor iets te lang wachtte. Want je had nog iets langer door kunnen lopen in het strafschopgebied. Kai, klopt dat? Ja, het was zo eigenlijk, naar mijn gevoel stond ik in buitenspelpositie. En toen die bal in me kwam, ik ga er gewoon voor. En toen hoorde ik wel dat Mike achter mij liep. En op dat moment toen zei hij nog van laat gaan. Maar ik dacht op het begin met, ik neem hem mee en ik probeer het gewoon. Uiteindelijk, jammer dat hij dan, dat de keeper hem pakt. Maar goed, daarna hebben we toch nogal de druk erop gehouden. En proberen om toch nog wat kansen te keren. En ik denk dat dat ook is gelukt. Ja, het was een heerlijk begin van die tweede helft. En die werd dan toch teniet gedaan, direct daarna. In plaats van dat wij op 2-2 komen. Komen zij op 3-1. Beetje een ongelukkige penalty, of niet? Ja, die... Die middenvelder draait goed weg en ik kon niet zien wat er precies gebeurde met Edmund. Maar goed, de scheidsrechter legde hem op de stip en Paul die pakt hem nog bijna. En dan houdt hij ons anders nog in de wedstrijd. En dan toch is die 3-1 zegt toch wel iets over de wedstrijd. En maar wat jullie daarna konden opbrengen, hè, met 3-2 terugkomen in eerste instantie natuurlijk uit een corner. Was die van jou of van Kai? Die was van mij, die corner. Die kopte. Nee, het was vrije trap volgens mij. Wat? Die vrije trap bedoel je? Ja, het was een vrije trap. Ja, vrije trap. En het was eigenlijk iets te laag, maar Johan kwam bij de eerste paal en die kopte nog goed in. Dus, Kom je op 2-3 en daarna legden jullie zoveel energie in die wedstrijd en werd het echt nog een enorme mooie pot om mee te maken. Ja, zeker. We lieten niet zomaar. Of we lieten wel zien dat we nog voor die 3-3 gingen, of zelfs nog meer, maar. Ja, het zat er helaas niet in. We hebben wel hard gewerkt met z'n allen en dat is, Vreselijk jammer van die vrije trap van jou op de lat. Ja, zo ja. En Ali Akla, was dat, in mijn ogen, was dat gewoon een penalty, Kai, of niet? Ja, kijk, supporters gaan erachter staan. De ene keer geeft hij wel, de andere keer niet. Ali kwam twee keer er goed langs. De ene keer was het volgens mij niet. Nu had hij hem gewoon kunnen geven. Ja, dat doet hij niet. Dan moet je soms ook geluk mee hebben. Maar goed, over de hele wedstrijd gezien denk ik dat gelijkspel ook verdiend was. We hebben er gewoon in ieder geval alles aan gedaan om in ieder geval te winnen en anders een punt te pakken. En ik denk dat dat wel een compliment is voor het team. En we moeten gewoon zo doorgaan en we hebben laten zien dat we gewoon goed kunnen voetballen. En we moeten gewoon zo doorgaan. Inderdaad, conclusie Kai, bedankt voor dit interview. Mike, bedankt. Hartstikke goed, succes verder. Naast mij beide trainers van vanmiddag, de trainer van HHC, Marcel Groninger.
Welkom. En de trainer van DVS, Roland ten Berge. Ik denk dat wij een hele opwindende pot voetbal hebben gezien, Marcel. Daar moet je wel van genoten hebben, of niet? Nou, zoals jij er dan van geniet, zo geniet ik er niet van, hoor. Ik kijk dan wel voornamelijk naar het spel van onszelf. Hè, en uiteindelijk naar het resultaat. En volgens mij was het gewoon heel erg spannend. Ja, het was heel erg spannend, de eerste helft. Hoe moesten jullie reageren op DVS? Ja, 1-0 achter en gelijk de zaak rechtgetrokken. Ja, nou goed, ik heb 2 weken terug al voor een of andere site gezet. Moest ik een uitslag voorspellen. DVS IJsselmeervogels. Ik weet dat DVS voetbalt volgens gewoon een goed plan. Dat heeft de trainer ook bij Excelsior 31 gedaan. Met veel beweging. Veel bewegende spelers op het middenveld. Doorbewegen. En dat is heel lastig te verdedigen. Dus wij hebben er gewoon voor gekozen om ervoor te zorgen dat de as dicht blijft. Dat het heel lastig is om daar doorheen te spelen. Nou, op de goal na de strafschop lukte ons dat volgens mij de eerste helft uitstekend. Ik denk dat ze eigenlijk de eerste helft verder geen kans gehad hebben. Nou ja, en wij buigen dan de 1-0 achterstand heel mooi en heel snel om in een 2-1 voorsprong. Ja, inderdaad, je zou kunnen zeggen dat de eerste helft duidelijk voor HHC was. Ze hadden controle, we hadden echt moeite om door die verdediging heen te komen. Nou, dat heeft ook gewoon te maken met de momenten waarop de goals vallen. Dus 1-0 voor en dan gewoon twee van die ballen die wij gewoon eigenlijk, vind ik, ook verkeerd inschatten. En waar we niet helemaal goed staan in de overnames, iets niet goed doen. En dan komen we op 2-1 achter en dan moeten wij het spel maken. En dat zegt Marcel net ook. Dus hun hadden het gewoon heel compact staan. En dan is het moeilijk om daarheen te komen. Je kunt dat uit elkaar trekken door af en toe eens een keer een diepe bal te spelen. En dan daarop doorvoetballen. Maar ja, volgens mij heeft Kopers en wel die tweede ballen daarvoor op weggehaald. De eerste helft. En konden ze hun daarop doorvoetballen. Dus hun werden dan eerder wat gevaarlijker uit de omschakeling. Dus wij hadden gewoon moeite om daar doorheen te voetballen de eerste helft. En ik denk dat we dat de tweede helft gewoon een stuk beter hebben gedaan. Ja, en heb je daar over gehad in de kleedkamer in de rust? Of gezegd hetzelfde spelletje, jongens, kom op. Nou, daar hebben we met elkaar wel over gehad. En daar hebben de spelers ook wel een idee over van hoe dingen lopen. En die hebben ook wel een gevoel bij hoe dingen gaan en hoe dingen beter kunnen. En dat neem je met elkaar door. En dat heeft de tweede helft wel wat meer opgeleverd. Dat we in ieder geval vaker vanuit de tweede bal konden doorvoetballen. En dan konden we eigenlijk wel ons spel spelen wat we graag zouden willen. Dat korte combinatiespel, maar... Nou, de eerste helft had HHC het ook prima voor elkaar. Ja, en toen leek DVS op 2-2 te komen via die uitbraak via Kai Velda. Maar even later was het gewoon 3-1 en leek de wedstrijd gespeeld. Ja, dat denk je dan wel. Wij zijn over het algemeen een ploeg die het hoog druk zet. Maar vandaag voor gekozen om het niet te doen. Omdat wij vanuit de omschakeling gewoon heel erg goed kunnen zijn. Dat was 2 weken terug tegen Spakenburg ook zo. Dus als je dan 3-1 maakt, dan weet je dat er ruimte ontstaat. En geef dan de tegenstander geen benzine. Dat er gemakkelijk gescoord kan worden. Nou, dat deden we eerst bijna wel met de wel of geen strafschop. Ik heb begrepen dat het wel een strafschop was. Althans de mensen van HSC-TV. En die zijn zeker niet partijdig. En dan doen we het daarna nog een keer waar die vrije bal uitkomt. Hou gewoon je man voor je en geef geen vrije bal of een strafschop weg. Nou, dan wordt het 3-2 en dan is het gewoon weer een wedstrijd. Ja, en toen werd het inderdaad een wedstrijd. En nou ben ik natuurlijk ook helemaal niet partijdig. Maar ik dacht even dat Ali Akla in het strafschopgebied onderuit gehaald werd. Heb ik ook gehoord. Ik ben wel partijdig. Nee, ik had het ook het idee. Maar ik had het idee dat er meerdere situaties waren. Wat een beetje dubieus was. Maar goed, daar zeg ik verder niks over. Daar gaan we ook niet te lang over door. Verdiende deze wedstrijd ook niet. Ik vond het een opwindende tweede helft. Jij wat minder. Ik denk dat je blij bent met deze 3-2 overwinning. Uit het vuur gesleept in de tweede helft. Ja, uiteraard. Wij wilden de tweede helft gewoon dat er iets eerder druk op de verdediging van DVS kwam. Ondanks dat het eigenlijk de eerste helft heel erg goed ging. Nou ja, dan ontstaan er toch wat meer ruimtes voor hun. En daar hadden we het wel moeilijk mee. En dat is ook een kwaliteit van DVS. Dus daar staan ze ook onbekend. Alleen ja, wij staan aan de gelukkige kant van de score. Jullie zijn nog net even een stapje verder. Qua resultaat vandaag wel. Qua resultaat inderdaad. En op naar de tweede divisie zou ik zo zeggen. Van harte gefeliciteerd. Goed zo, dankjewel. Oké, en bedankt voor dit interview. Roland, bedankt. Piet, bedankt. Oké.